We staan hier bij de douanière in Boeksmeer. En de aanvang is zometeen het open koffie. En dat heeft te maken met de Maasvallei. En de oude voorzitter Michel Hoverkamp neemt afscheid. Erik Wille presenteert zich. En de nieuwe gasten die zijn allemaal aan het binnendruppelen. Het belooft een hele gezellige ochtend te worden. En waar veel contacten bij de ondernemers samen gesmeed kunnen worden. En wij gaan ook naar een kop koffie. Wij gaan naar binnen toe. En u kunt zometeen kijken wat er allemaal te doen is. Zij vertrouwen en ook succes. En eigenlijk wil ik jullie met die boodschap graag vanochtend aan het werk zetten. Deze eerste open koffie. Ga met elkaar in gesprek, leer elkaar kennen. Vertrouwen is er niet in één ochtend, dat realiseer ik me heel goed. Maar leer elkaar kennen, smeed pakten. Zorg dat je weet wat je doet, zodat je ook in de nabije toekomst met elkaar spannende dingen kunt ondernemen. Dus bij deze zou ik willen zeggen, de open koffie is nu officieel geopend. Dankjewel. Elf jaar terug was er eigenlijk geen platform waar ondernemers naartoe konden. Er waren geen netwerkmogelijkheden, maar je had wel een Amerikaanse concept, of een Engelse concept, open koffies. Dat is ooit eens bedacht om de lokale horeca te stimuleren. Die heette Jean Klein. We zijn open koffies gaan organiseren in Boksmeer en op Graven en Mel. En ja, je merkte dat er gewoon heel veel behoefte is aan contact met ondernemers. En toen we dat een aantal maanden hebben gedaan, toen bleek ook dat mensen wat grotere events wilden hebben, zoals beurzen. Dus de behoefte om elkaar te kunnen ontmoeten, dat is eigenlijk de drive geweest. Ik zeg gedag als organisator, maar ik zeg hallo als nieuw lid van Maasvallei Netwerk. Met het nieuwe concept Glazen Wassen Beuningen. Ik ben heel actief in het Land van Kuiken, onder andere voor de radio- en de televisieomroep. Ik ben ondernemer al jarenlang en Michel heeft mij gevraagd afgelopen jaar om het Maasvallei Netwerk van hem over te nemen. We hebben natuurlijk drie pijlers waar het Maasvallei Netwerk op dit moment op drijft. Dat is de grote beurs één keer per jaar. De open koffies, zoals we die nu vandaag ervaren. En de nieuwsvoorziening, daarmee bedoel ik de nieuwsbrief en de website. Ik denk dat het een goed moment is om die waaier zeg maar verder uit te breiden. Ondernemers zijn denk ik op zoek naar content. Die willen graag hun onderneming in de spotlight kunnen zetten. En ik heb daar heel veel ideeën over. Een deel van mijn toekomstvisie gaat ook over social media. En dan bedoel ik niet alleen maar Facebook, maar ook de zakelijke social media zoals LinkedIn. En ook Instagram wordt ook zakelijk steeds meer gebruikt, vooral de jonge ondernemers. En wat we willen gaan doen is ook voor de ondernemers, ook voor de jonge ondernemers, veel content gaan creëren, zodat ze het kunnen delen op alle sociale kanalen. Inmiddels wel heel blij dat we weer wat kunnen. Het was gewoon heel heftig. Ik bedoel, er overkomt je van alles waar je geen invloed op hebt. En daar moet je dan mee dealen. En dat hebben we gedaan, maar ik ben blij dat het voorbij is. Aan het begin moet je dan heel hard werken aan je naamsbekendheid en aan de buitenwereld laten zien wat je doet. En dat duurt even. En ik denk dat we nu na 10 jaar, dat mensen wel een beetje weten wat ze aan ons hebben, zeg maar. Dat wel bekend is.